jullie nu het verhaal vertellen waarom ik eigenlijk deze video maak. Het is namelijk dat ik al een hele tijd met Nervion niet zijn hals om kon krijgen. En eigenlijk alleen mijn moeder kon het. En dat is heel irritant. Want dat betekent dat je je paard dus niet zelf uit de wei en op stal bijvoorbeeld kan halen. Naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een video over hoe je problemen met een halster kan oplossen. Ik heb namelijk een hele tijd gehad dat Nervion zijn halster in het ombouw laten doen door iemand. Eigenlijk alleen mijn moeder kreeg het voor elkaar. En dat is heel erg naar, want dan kan je zelf je paardpony niet uit de wei halen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik dat heb opgelost. Sinds kort kan ik Nervion namelijk weer zijn halster om en af doen op stal en in de wei. En vandaag ga ik laten zien hoe ik dat ga doen. Ik dacht, misschien maak ik deze video dat jullie ook al wat aan hebben. Want er zijn vast meerdere mensen die hier wat mee hebben. Dus veel plezier met kijken. Ik ga jullie nu het verhaal vertellen waarom ik eigenlijk deze video maak. Het is namelijk dat ik al een hele tijd met Nervion niet zijn hals om kon krijgen. En eigenlijk alleen mijn moeder kon het. En dat is heel irritant. Want dat betekent dat je je paard dus niet zelf uit de wei en op stal bijvoorbeeld kan halen. Namelijk wat er elke keer gebeurde is als ik zijn hals om wilde doen, is dat ik naast hem ging staan. Ik pakte zijn hoofd vast en op het moment dat ik zijn hoofd vastpakte, ging hij met zijn hoofd omhoog en naar achteren rennen. En het was niet dat hij het deed omdat hij het niet leuk vond of dat hij het eng vond. Het was meer omdat hij het leuk vond, ja, spelers, speelachtig iets. Dus daarom deed hij het. En nu sinds ik heel veel geoefend heb met hem, doet hij het weer en kan ik hem eindelijk gewoon weer zelf pakken. En ik weet zeker dat hier ook heel veel mensen zijn die het ook hebben. Dus ik dacht, ik ga gewoon een video over maken. En dan kan ik jullie misschien ook gewoon helpen. Weet dat misschien niet alle dingen even goed zijn. Want bijvoorbeeld niet alle mensen zijn tegen snoepjes gebruiken of voor snoepjes gebruiken. Maar ik doe het wel. En ik hoef daar verder ook geen haat over in de reacties van ja, je moet wel of geen snoepjes gebruiken of over andere dingen. Dit is mijn manier en ja, zo heb ik het gedaan. Nou, zoals ik al vertelde gebruik ik brokjes. Ik gebruik echt niet veel brokjes. Het is eigenlijk per dat hij iets goed doet, krijgt hij één brokje. En dat is als een beloning voor hem, want je moet iets leuk maken. Want hij vond het niet heel erg leuk om een halster om te doen. Dus dan moet je het leuk maken. Nou, waar je mee begint, je gaat eerst naast je paard staan. En je moet zorgen dat je eigenlijk je hand over zijn neus kan houden. Zonder dat hij meteen omhoog gaat of naar achter rent. Als hij dat al goed doet, geef je dan alleen al een brokje. Nou, wat heel belangrijk is, als je eerst zijn hoofd leert dat hij zijn hoofd vast mag houden, dat je maar één brokje gebruikt. Kijk, ik doe nu gewoon dit. En eerder ging hij altijd met zijn hoofd omhoog en naar achteren rennen. En nu is het belangrijk dat hij hier kan blijven staan en dat je hem zo kan vasthouden. En dan pas krijgt hij zijn brokje. Eerder mag je hem dus niet belonen. Nou, nu doen we precies hetzelfde, alleen gaan we het nu echt met halsen doen. Zoals je ziet staat Nervion echt hier best wel stil. En dat komt omdat ik eerst heel vaak geoefend heb om zijn hoofd vast te houden. Dus ga dat eerst heel veel oefenen en daarna kan je rustig het halster proberen. En zoals je ziet blijft hij nu heel erg goed staan en doet hij dat super goed. Nou, de volgende stap is dat je het halster natuurlijk af kan doen. Bij mij gaat dat heel makkelijk en dat is altijd al heel makkelijk gegaan. Dus voor mij is het niet een dingetje. Nou, zoals jullie zien doet Nervion het echt al veel beter dan dat hij heeft gedaan. Je hoeft dit ook echt niet lang te oefenen op een dag. Ik doe het ongeveer 5 minuutjes op een dag als ik hier ben. En dat is meer dan genoeg. Je hoeft hier echt niet een half uur of een uur aan te besteden. En Nervion doet het nu al veel beter. En als het op stal nu heel goed gaat, kan je naar de wei gaan proberen. En dat gaan we dus zo ook even doen. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie er allemaal wat aan hebben gehad. Laat zeker even een leuke reactie onder hier achter. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot volgende keer. Doei doei! I said this time next year I'ma be the one who do everything and more you said I couldn't do.